Hoi, ik ben Thomas in buurtverbinder bij pleinbest.nl. Ik heb een eerdere video gemaakt waarin ik het had over de groei van Pleinbest, maar ook over hoe verenigingen, belangenclubs, maar ook bewoners zelf een eigen pagina op Pleinbest kunnen maken. En ik liet zien hoe sommigen dat al heel mooi hebben en hoe anderen dat nog niet helemaal af hebben. En ik denk dat het goed is om eens te laten zien hoe makkelijk het is om een pagina aan te maken op Pleinbest. Als eerste is het belangrijk dat je een account hebt bij Pleinbest. Dus als je nog geen account hebt, dan moet je dan eerst eventjes dat in orde maken. We gaan eventjes naar de website. Nou, we zijn hier bij Pleinbest en je ziet hier mijn foto en dat komt omdat ik al ingelogd ben. En dat betekent dus dat ik al een account heb. Op het moment dat jij hier komt en je hebt nog geen account of je bent niet ingelogd, ziet het er anders uit. En dan staat er hier iets van aanmelden en hier staat er iets van inloggen. Zoiets, dat zal vast, want ik ben al ingelogd. Maar je moet inloggen als je je account hebt. Op het moment dat je dat hebt, wat je kan doen, is op jouw foto klikken. En dan kan je een heleboel vinden. Heb je nog geen pagina, dan is het heel simpel, dan is het toevoegen. Dan ga je naar toevoegen, dan kan je kiezen wat wil ik toevoegen. Wil ik een bericht toevoegen? Nou, dat prima, dat kan ook zonder pagina. Je kan een activiteit toevoegen in de agenda. Prima. Je kan een prikbordadvertentie zetten, je kan een hulpvraag of aanbod kan je doen. En je kan, en daar gaan we het keer over, de pagina aanmaken. Nou, wij gaan naar de pagina. En wat je dan eigenlijk gaat krijgen is een soort van beslisbon. Je moet zeggen, ja, ik wil een pagina aanmaken, ik ga naar de volgende. En vervolgens vul je die naam in. En wat er dan is, dat is de website wordt dan www.pleinbest.nl/pagina/ en dan de naam van jouw pagina. En zo ga je verder. Nou, ik zal hier nu eventjes test. En die wordt al gebruikt. Dat zat er wel in. Test 1. En dan wordt het eigenlijk op deze manier. Ga je verder. En dan ga je een beschrijving van die pagina. Wat is het wat ik ga opzetten? En zo ga je verder. Nou, ik ga dat hier even niet doen. Want het is allemaal al gebeurd op andere pagina's. En ik ga eventjes naar natuurtuinen. En dat doe ik even via deze kant. En natuurtuinen vind ik er op de gids op natuurtuinenbest. En dan kom ik in mijn eigen pagina en nu kan ik zeggen beheer mijn pagina. Nou, hartstikke goed. En eigenlijk is dat niet veel anders dan waar je uiteindelijk zelf ook naartoe komt. En dan kom je een heleboel informatie dingetjes ga je zien. Want nou komt die naam, die heb je ingevuld, natuurtuinen-best. En dan kan je aangeven welke categorie en de slogan. En dat is echt een invuloefening. Nou, dan kan je ook de contactgegevens invullen wat je wil. Nou, dat is ook allemaal prima. Je kan aangeven wie zijn de betrokkenen. Je kan de statistieken. Je kan assistentie. Als je dat nodig hebt. Nou, liefst niet. Daarom maak ik deze video's, want ik heb ook andere dingen te doen. Maar heb je hulp nodig, dan kan het. Maar het is zo simpel dat ik hoop dat je dat gewoon zelf kan. Je kan kiezen in een kleurthema. Er zijn er 7. Nou, bij natuurtuin is het uiteraard groen. Dan verder de headers. Nou, hartstikke mooi. En dit is zo ongelooflijk simpel. Ik heb maar 1 header, maar nou ga ik zeggen van ik ga een header toevoegen. Nou, dan is het een foto uploaden. Hey, hoe simpel is het? Dan zoek je een groene foto op. Nou, dan moet ik even kijken of ik een groene foto kan vinden in mijn foto's. Dit zijn foto's die of van mij zijn of rechtenloos zijn. Dus dat is wel van belang dat je een foto hebt die je mag gebruiken. Dat is echt enorm belangrijk, want op het moment dat je een foto hebt die je niet mag gebruiken, dan kan dat echt heel erg duur worden. En dan praat je over honderden euro's per foto. Nou, hier zie je nu, dit is de maximale ruimte die ik voor die foto mag gebruiken. Ik kan niet omhoog, ik kan hem wel kleiner maken. En dat is gewoon door hierop of hierop. Als ik dit doe, dan gaat hij vanzelf kleiner. Wil ik hem verplaatsen, kan ik hem vanzelf verplaatsen. En dus dat is eventjes iets waar je kan zeggen van oké, wil ik groter en ik wil alle tweede kanten, dan is dat op deze manier en dan kan het nog verder. Dan moet ik hem even ietsje naar het midden toe schuiven en dan kan ik weer naar maximaal toe. Zo, dit is het maximale. Stel je ervoor, ik zeg van top, helemaal opslaan. En wat er nu gebeurt, ik had al een foto en ik heb nu een extra foto. En wat hij dan doet, is die foto's wisselen. Nou, dan is dit voor mij een foto, ik heb een tuin. Natuurtuinen, dat is niet handig, omdat dus ik gooi hem nu weg. Maar ik kan wel laten zien hoe dat eruit ziet. En dat is namelijk op de pagina van de atletiekvereniging. Want daar weet ik dat hij erop staat. En dan gaan we eventjes naar atletiek.
En dan zien we bij gids zien we atletiekvereniging. En dan hoef je maar heel even te wachten. En dan komt vanzelf die andere foto komt boven water. Want ze hebben meerdere foto's. Kijk, zo werkt dat dan. En als je dan meerdere foto's hebt, dan wisselt dat. Net zoals de site PleinBest dat zelf ook gebruikt. Want wij hebben dat hier in deze pagina hebben we dat ook. En hebben we er een aantal. En die verschuiven dus iedere zoveel seconden. Komt er een nieuwe pagina, een nieuwe foto. En zo kan je dat ja, leuk houden. Meerdere foto's is leuk. Je kan zelfs die foto's, omdat het zo makkelijk is, ook qua seizoen laten wisselen. En als het carnaval is, dat je carnavalsfoto's erbij plaatst. Dat is allemaal mogelijk als je er maar even alert op bent. Dus wat dat betreft, heel veel mogelijk. En het is eigenlijk heel erg simpel. En heb je dus nog geen website voor jouw initiatief? Of heb je een initiatief nog net begonnen en denk je, ja, ik wil wel naar buiten kunnen treden, maar ik wacht nog even met de website maken. Maak dan hier zo'n pagina aan. Het kost niks. Het is zo gebeurd. En eigenlijk is het hartstikke leuk. En dan kan je die link gebruiken om mensen naartoe te verwijzen. Heb je een artikel geplaatst, dan kan je die heel makkelijk koppelen aan jouw pagina. Want je zegt namelijk namens wie ben je dat artikel aan het plaatsen. En als je dan niet je eigen naam invult, maar je paginanaam invult, dan komt die bij die pagina staan. En dat is dus voor mezelf, ik heb dus ik geloof 8 verschillende pagina's. Ik kan dus zelf, als ik iets een artikel heb geschreven, kan ik gewoon bepalen aan welke pagina dat gekoppeld moet worden. Nou, ideaal. Het is echt ontzettend simpel. Dan laat ik het bij. Tot de volgende keer. Houdoe.